is ze dan? Nee, nou, aan haar alle eer, want zij is degene die het allereerste begonnen was om hier met de plant te beginnen. Mensen aan tafel. We hebben met een heleboel mensen aan tafel gezeten en we zeiden inderdaad op deze plek in Bemmel zou het zo fijn zijn als er een fijne plek komt om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Wat kun je hier nu allemaal doen? Want het is klaar. Daarom zijn we hier om het feestje van de opening te vieren. Nou, we hebben 2,5 jaar geleden denk ik ongeveer hier de beginfase neergelegd. En met heel veel kinderen en Jan Duik en allemaal mensen. Jan en onder andere meegedacht aan het plan. En we zijn toen hier een keer gezamenlijk met z'n allen gaan knutselen. Ik denk dat het grote deel van jullie wel, volgens mij 8 of 7, 8. We hebben allemaal maquettes gemaakt en plannen bedacht hoe we het allemaal moesten doen. En, Jan heeft het mooi geïntegreerd en uiteindelijk is er een heel mooie plant gekomen. En het is vandaag de officiële opening. Jan. Zijn jullie niet heel blij met het nieuwe schoolplein? Ja! Ja, wij ook. Maar het heeft al heel lang geduurd, hè? Weet jullie het nog? Zij Jesper zei het al en Marieke. Ja! We zijn namelijk meer dan 2 jaar geleden al begonnen met ideeën, dat werd net al gezegd. En het is nooit gelukt zonder al die mensen die mee hebben geholpen. Ook de buurt die mee hebben gedacht, maar ook jullie. Want jullie hebben ook meegetekend aan het ontwerp met de maquette, dat gaf je al aan. En jullie hebben ook meegeholpen, weet je nog, 1 november waren we ook hier. Toen hebben we die tegels allemaal eruit gehaald, weet jullie nog? Ja. Dat was ook heel leuk, hè? En nu zoveel maanden later staan we weer hier. En wat nou het mooie is vanuit de gemeente, is dat dit een inwonerinitiatief is. Het zijn gewoon Marieke en Jesper van Polly die zeggen, we willen gewoon hier iets. En dan gaan ze iedereen bijhalen. Dus dat vinden we heel mooi. En wat we ook heel mooi hier vinden, is dat het speeltuin niet alleen voor jullie is, tijdens schooltijd, maar ook voor daarna. Hè? Na 4 uur kun je ook nog spelen hier. Thuis ook nog zelf allerlei bloemen. Kun je zaadjes, bloemen gaan telen, samen met je ouders. Het zijn hele mooie vergeetmenietjes. En iedere keer als je daar naar kijkt, denk je, oh, wat hebben we toch een prachtige speeltuin. Dus dan kijken jullie straks, hè, Marieke, er wordt straks uitgedeeld. Ja, maar... Want als juf Marieke er niet was geweest, jongens, meisjes en ouders, was dit niet gebeurd. Juf Marieke die zette door en die heeft heel veel geld binnengehaald. Weet jullie hoeveel? Nee. Zullen we het aan de vragen hoeveel? Ja. 135.000 euro. Wow. Voor gezorgd. Met de andere mensen, dat klopt. Maar ze is altijd heel bescheiden. Dus nu moeten we even in het zonnetje zetten. En waar ze ook voor heeft gezorgd, want het is heel jammer dat ze weggaat, hè, juf Marieke. Dat vinden we heel jammer. Maar ze heeft ook wel voor gezorgd, samen met de rest, dat het allemaal goed onderhouden blijft. En dat Polly het ook allemaal in de gaten houdt, dus daar zijn we heel blij mee. Dus voor juf Marieke hebben we een hele grote bos bloemen die ik nu ga geven. En jullie gaan haar een heel groot applaus geven. Nou, dat is het minste. Jongens en meisjes, heel veel plezier met jullie speelplaats en vandaag een hele mooie dag. Dankjewel. Ik ga de mooie bloemen in van de Pentaflat. Oh, die heb ik! En, ja. En in dit verhaal is er een plekje waar de kinderen heel graag spelen. En dat plekje heet de Tochteltuin. Nou is dat een plekje waar de gemeente van vindt in dit boek. Nou, niet zo belangrijk plekje. We gaan de bomen omzagen. We gaan de beton storten. We maken de parkeerplaatsen veel beter dan een fijne plek waar kinderen kunnen spelen. Het is 5 geworden. 12. Oh, is 12 geworden vandaag? 9. Rochelle is 9. Als jullie nou eens even dit mooie plank oppakken en
en de doeken er voorzichtig afhalen en hem omhoog houden, kunnen we het allemaal zien. Daar gaat. 3, 2, 1. Gijs is er nu ook. Ronald kan er niet zijn, want hij is naar een begrafenis. Maar gelukkig is hij zo. Hè? Dus ik geef jou. Wil je maar je vader geven ook? Maar als je omdraait. Echt wel. En vervolgens hebben Ronald en Dino dat allemaal gemaakt. Heel erg bedankt. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja, kom maar. Allemaal ijs in de mond. Hup, kom naar handen. Ik ga mee. Nu. Volgende. Zo veel graden aan. Nu volgende. Kom maar, volgende. Ja. Oh, dat gaat snel. Door. Zo groot. En wat roepen we dan? Hoera! Nee. Hoera! De Turteltuin! De Turteltuin! En de
Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.